Misschien kun je je nog herinneren. 2007, Mercedes kwam met de Ocean Drive, een conceptcar basis van de S600. Het was een cabriolet met vier deuren. Maar goed, vier deuren, ja, dat komt de stijfheid van een auto bepaald niet te goede. Zeker niet als er geen dak op zit. En dus had Mercedes dusdanig veel hobbels weg te werken als het gaat om stijfheid. En zagen ze af van productie van die auto. En nu zitten we in een nieuwe Mercedes S-cabriolet. En de vorige, de laatste, dateert van 1971. Het heeft dus 45 jaar geduurd voordat Mercedes weer met een nieuwe S-cabriolet kwam. Waarom heeft Mercedes er dan zo lang over gedaan voordat ze een businessmodel hebben gevonden onder de Mercedes S-cabrio? Ik bedoel, Bentley heeft het een tijd geleden al bedacht, hè? De Continental, de V8, de Speed, de 12 cilinder, noem ze maar op. Maar de GTC-versie daarvan, de dakloze, is een succes. Zo'n succes dat Bentley allerlei varianten op basis van die ene auto heeft. Rolls-Royce, de Dawn, dat is een dure auto, veel duurder dan deze S-cabriolet. Maar goed, ook Rolls-Royce ziet daar dus een business case in. En Mercedes heeft erover nagedacht en ze hebben eraan gewerkt en ze hebben conceptcar gebracht. En uiteindelijk komen ze nu dus met deze S-cabriolet. Heel veel meer keuze is er niet als je een grote vierpersoons cabriolet zoekt. Ja, BMW, de 6-serie. Dat zullen ze me daar niet in dank afnemen, maar het is natuurlijk wel een ander slag auto. Een randje ordinair, ietsje minder, ja, chic. Is dit chic? Maar jullie begrijpen wat ik bedoel, hè? Een andere auto dan deze S-cabrio. En meer keuze is er niet. En dan komt er binnenkort wel keuze bij Mercedes. Want ik zit nu in de S63. Dat is een 585 pk sterke AMG-versie. Vierwielaandrijving. Er komt een S65 met een 12 cilinder. Er komt een S500. En uiteindelijk komt er ook een S400. Ik denk dat die S400 gaat heten. Krijgt een 6 cilinder. Ja. En wat is dit dan voor auto? Volmaakt. Nou ja, eigenlijk wel. Of althans, bijna volmaakt. Het zijn van die kleine dingetjes, hè? Want er kunnen mooie dingen met deze auto. Je kunt tot 60 km per uur bijvoorbeeld het dak openen. Dat is veel, hè? 60 km per uur voor zo'n groot dak. Maar wat is dan niet zo fijn? Je moet om dat dak te bedienen tijdens het rijden die klep openen. En je moet dus kijken, ben je aan het slingeren. Even onder de 60 km per uur komen. En dan gaat hij dan. 20 seconden doet hij erover. Het is het grootste dak dat momenteel bij een cabriolet wereldwijd in productie is. Vangt dus veel wind. Dus er moeten sterke elektromotoren achter zitten om die klep dicht te drukken. En dat gaat dan volledig geautomatiseerd. Zuid-Frankrijk, 24 graden. Ik weet niet hoe het bij jullie nu is, maar waarschijnlijk geen 24 graden. Ik doe het dak maar open. En zo'n dak dat in de bagageruimte belandt, dat zit uiteraard bij deze auto keurig afgeschermd. Dus de bagage kan absoluut niet beschadigen. Maar het zorgt er natuurlijk wel voor dat die bagageruimte niet extreem groot is. Zoals overigens de ruimte achterin ook niet extreem groot is. Maar goed, de meeste mensen die een kwart miljoen uitgeven voor een vierpersoons cabrio, die hebben vermoedelijk ook wel wat geld voor een andere auto. Dit knopje. Daar gaat hij. Klepje gaat omhoog. En zeker op hoge snelheid is dat een mooi systeem, want de wind raakt de klep en gaat over het inzittende compartiment heen. En gelijktijdig, op het moment dat je dat klepje omhoog doet, dan heb je dus een hekel aan wervelingen, gaat aan de achterkant schaamschotje ook omhoog en dat zorgt dan ook nog weer voor minder wervelingen. Kijk, de klep, daar heb ik dus de hele tijd over. Hè? Goed. Stijfheid, dat is een dingetje. Bij een auto dan dus. Hè. Stel je zaagt het dak van een auto, want dat is tenslotte gebeurd. Dit is in de basis een Mercedes S Coupé. Daar is het dak van afgehaald. Ja, dan wordt hij er niet stijver op. Dan gaat zo'n auto torderen. Nou, wat doet een autofabrikant dan? Die verstevigt dat. Onder andere bijvoorbeeld door de deuren heel sterk uit te voeren. En een andere manier hoe Mercedes de auto stijver heeft gemaakt, want je voelt werkelijk geen verschil in stijfheid tussen deze auto en een S-coupé. En dat zit hem voor een groot deel in de aluminium lengte verbindingen aan de onderkant van deze auto. Er zit van voor tot achter, eigenlijk in de bodemplaat, aluminium armen, draagarmen. Die zijn hol van binnen, die zijn licht, maar heel sterk. En daar zitten dus allerlei componenten aangeplakt als het ware. En nou, dat maakt deze auto zo vreselijk stijf. En je kunt er dan werkelijk mee gooien. Er zit zo'n
V8 biturbo, 585 pk in. AMG gebouwd. Het is zwaar, hè? Het is zwaar. We hebben het hier over een auto van meer dan 2000 kilo. En het is er niet voor bedoeld. Ik bedoel, je zit in de zon in Zuid-Frankrijk. Je hoort niet te knallen, maar het kan wel. Dit ding gaat zo belachelijk hard weg. En dan moet je nagaan, dan is het niet eens de snelste, want dan komt er nog een S65. Afijn, het ruikt lekker. We hebben Pacific Mood aan boord. Wat? Pacific Mood. Er zit een parfuminstallatie in het dashboardkastje. En zo af en toe dan denk je van, hé, een lavendelveld? Nee, dat kan niet, want de lavendel bloeit nog niet hier. Dan is het dus de Pacific Mood die ervoor zorgt dat alles wel lekker ruikt. Dit is volmaaktheid. Dit is raffinement. Deze auto schurkt tegen het briljante aan. Is het net niet, hè? Want de gaspedaalrespons bijvoorbeeld, die vastzit aan die 8-cilinder, die is een tikkeltje te ruw. Je moet heel erg je best doen om mooi weg te rijden, maar ja. Dus eigenlijk is er maar één probleem als je een 250.000 hebt stuk te slaan voor een 4-persoons cabriolet. Dan moet je namelijk kiezen. Kiezen tussen deze Mercedes S Cabrio of een Bentley Continental GTC. Zeg jullie het maar. Weet je, ik lees het wel onderaan deze video. Leuk, Patrick? Idioot dingen. Kut!